Ja, de volgende zaak is al wat ouder, maar de politie wil natuurlijk elke kans aangrijpen om hem alsnog op te lossen. Op de volgende beelden zie je een overvaller die het personeel van een snackbar in Vlaardingen met een wapen heeft bedreigd. De overval werd gepleegd op donderdagavond 30 november aan de Hendelstraat in Vlaardingen bij snackbar Sammy's. Die gaat door de week om 10 uur dicht. Die 30 november stapt een kwartier voor sluitingstijd deze man naar binnen. Hij trekt meteen een vuurwapen en richt dat op de man achter de kassa. Hij is direct agressief, komt achter de toonbank en zal de man dan slaan met zijn wapen. Daarna bedreigde hij buiten beeld alle drie de medewerkers. Er is gezien dat hij vertrok op een scooter of motorscooter. Volgens de slachtoffers had de dader een donkere huidskleur en sprak hij met een Antilliaans accent. De helm die de overvaller droeg is vermoedelijk van het merk Aero, type Matisse 2. Enig idee wie de donkergetinte overvaller kan zijn geweest? Bel de tiplijn of vertel anoniem over hem.